leuker. Glitters in je dak, sterrenhemel, die bak is gay as fuck. Fuck die rappers, pet the hard, fuck Dubai, I love the block. Geen awards, ik pet the hard, dat is het probleem, want zij zijn soft. The game kent geen wederzijdse loves, the J-Lion vlog. Kijk, het is zo interessant, want ze zijn zo tegen megastallen. Maar zijn ze dan ook tegen de omvolking? Kijk, zo ziet het veel leuker. Of zo, nog beter. Zullen we zien als dan een keertje mooi weer is. Je weet toch, dan is ook iedereen echt buiten, weet je. Er is ook zo'n meme toch op. Er was zo'n meme op Insta van dat als, zeg maar, als het mooi weer is, dat iedereen dan naar Esbeek gaat, weet je wel. En dan zie je allemaal van die avatars of van die emojis in zo'n in het park, weet je wel. Dan hebben ze het park Sonsbeek zo uitgetekend, soort mapachtig. En dan zie je gewoon iedereen in het park zitten. Staat er van heel Arnhem, als het een keer mooi weer is. En dan zie je heel, weet je wel, staat er heel Arnhem. Dan zie je allemaal van die avatartjes, weet je wel, in het park zitten. Weet je, allemaal van die smileys, weet je, van die emojis. Dat is zo'n soort. Yo, ik bedoel dan, zeg maar, natuurlijk een van de eerste mooie dagen, weet je. Later went het wel, als het zomer is, is niet iedereen bij. Ik bedoel, er zijn ook veel mensen buiten, maar normaal toch. Maar ik bedoel van, weet je, als het dan net weer mooi weer is of zo. Of weet je wel, lente, snap je dan. Ja man, maar het is ook logisch of zo. Ze krijgen zelfs voorpagina reclame in de krant. Maar je gaat mij niet zeggen dat de AIVD niet op de hoogte is dat deze activisten dit van plan zijn, weet je wel. Want als jij wilt demonstreren tegen de overheid, weet je wel, zoals de demonstraties van 2 jaar geleden, dan werd je door de politie 's nachts van je bed gelicht, begrijp je? En deze gasten kunnen gewoon reclame maken, alles, en er gebeurt niks. Niemand doet wat. De politie staat er gewoon bij, die staat mee te demonstreren. Kijk, dit is echt heel flauw wat hier gebeurt. Echt heel erg. Alle bomen gekomen. Maar het gebeurt natuurlijk ook best wel sneaky, waardoor mensen het niet doorhebben. Maar je kan echt door het bos kijken. Dus het is, weet je, het is gewoon geen bos meer. Het is dus gewoon, het zijn bomen. Dus het is een gebied waar er bomen staan. En aardig veel, maar het is dus geen bos meer. Dus het is niet meer zoveel, snap je? Het is niet meer een bos. Een bos is veel bomen. Het zijn veel in vergelijking met jou, met de woonwijk. Maar het zijn er niet meer zoveel. Het is geen bos meer. Je kijkt er gewoon doorheen, weet je. En ik ken het park. Dus als dit soort dingen gebeuren, dan zie je niet al die betaalde krachten en overheidsgesubsidieerde organisaties niet. Overigens bestaan er geen fossiele subsidies. Het is gewoon dat zij worden gesubsidieerd. En al die D66'ers die in de klimaatlobby zitten, die verdienen eraan. Die zonnepanelen monteurs zijn of windturbines verkopen. Die D66'ers die worden wel gesubsidieerd. En dat wordt allemaal, dat kost allemaal fossiel natuurlijk. Weet je, dat draait allemaal op fossiel, zeg maar. Dus in die zin is het natuurlijk wel zo. Er zijn wel fossiele subsidies, maar daar demonstreren ze niet tegen. Weet je wel, als ze nu al deze bomen hier wegkappen en er een windpark van maken, dan zie je Extinction Rebellion niet hoor. Weet je wel, dus dan, daarom is het ook gewoon duidelijk uit welke hoek ze worden gestuurd, zeg maar. Weet je, het zijn echt gewoon, het is een verlengstuk van de politiek, zeg maar. Of als ze al deze arme dieren willen slachten, dan of uitroeien, dan komen ze niet hoor met hun genocide verhaaltjes enzovoort. Maar mensen zijn hier blijkbaar wel boos om, want er zit wel deuk in, kijk. Ik heb trouwens ook een vlog over de hetjeskamp, zeg maar, hier. Maar het is in het hele land zo hoor, dat beleid. Alle dieren moeten gewoon geslacht worden, want die veroorzaken klimaatverandering. Maar een nieuwe iPhone elk jaar, dat moet wel kunnen. Zeggen dan ook met de boeren, weet je wel. Dat is onze voedselvoorziening en dat ze exporteren, dat zal best wel. Maar blijkbaar is er dus vraag naar, weet je, ze komen er vanaf. Dus dat is gewoon prima, dat heet handel, hè? Dat is ook goed voor de economie. En blijkbaar is dat voedsel nodig in andere delen van de wereld waar blijkbaar niet geboerd kan worden of waar ze al ook de kop zijn ingedrukt. Dus dat soort argumenten snijden geen hout, snap je? Ik bedoel, ze hoeven niet voor jou voedsel te maken. Ze moeten voedsel maken om te handelen. En het is gewoon ook belangrijk, want je hebt het ook nodig, want je leeft ervan. Dus weet je, put your money where your mouth is en stop dan ook gelijk met eten, snap je? Als je zo denkt over de boeren. En
Maar en daarmee, ik wou ook zeggen trouwens, iPhone die maakt ook niet alleen maar telefoons voor de Amerikaanse markt. Die exporteren ook. En al die elektrische auto's, die worden ook geëxporteerd, weet je wel. Die gaan ook niet, die blijven ook niet in Japan. Of Tesla blijft ook niet in Californië of waar dan ook. Dus weet je, dat slaat gewoon nergens op. We handelen toch, dat is toch, ja, globalization, weet je. Dus dat slaat nergens op. Elektrische auto's, nog zoiets. Maar dan zie je Extinction Rebellion niet, hoor. Al die kinderen die in de mijnen in Congo overlijden en aan slave labor. Waar is dan de inclusie? Weet je wel, waar zijn dan al die kick-out zwarte pietlui? Weet je wel, waar zijn dan al die strijders voor gerechtigheid? Nou ja. Ja. Kijk, hij is ook buiten. Of zij. En nog iets, weet je, kijk, megastallen heb je niet meer in Nederland. We hebben de meest duurzame boeren, ze hebben alle investeringen gedaan. Ze kunnen overal in de wereld terecht, alleen ze krijgen beroepsverbod, alsof het een soort criminelen zijn, weet je wel. En, maar je hebt wel in andere landen megastallen en minder duurzame boeren of die minder begaan zijn met dierenwelzijn, weet je wel. En in die landen heb je geen stikstofregels, daar heb je geen klimaat, snap je wat ik bedoel, klimaatagenda. Daar hebben ze geen stikstofregels en Arias-modellen. En besef ook dat Nederland amper verschil kan maken. Hè? Dus weet je wel, er zijn toch van die berekeningen gedaan dat wat China uitstoot in een per dag, dat is Nederland in een heel jaar. Zulke dingen. Het zijn best wel dramatische cijfers. Ik weet het niet precies. Mijn naam is niet Google, weet je wel. Maar dat kan je ook zelf opzoeken. Maar ook als die mensen tegen megastallen zijn en zo, zijn ze dan ook tegen. Zijn megastallen dan wel geschikt voor ons? Weet je wel, alle verstedelijking. Snap je? Al die bomen die worden gekapt. Alle winter. De boeren moeten weg en dan komen AZC's en woonwijken. Niet voor Nederlanders bedoeld natuurlijk. Maar is dat dan wel goed? Want de Nederlander plant zich niet meer voort. Weet je. Dus het is allemaal omvolking. Mag dat dan wel? Mag Nederland wel? Er mogen geen megastallen van dieren, maar er mogen wel megastallen van mensen. Daar hoor je deze mensen niet over praten. Dat, dat er straks geen Oekraïner meer is, dat iedereen door de vleesmolen wordt gehaald. Dat ze straks zelfs Nederlandse troepen en Franse troepen willen gaan sturen naar het front. Weet je, ga zelf je oorlog uitvechten, snap je? Als je zo tegen Poetin bent, ga er zelf heen, snap je? Maar ga niet Oekraïners offeren. Ga niet Nederland hiervoor offeren. Weet je wel, dus er mogen geen dieren zijn, maar we mogen wel elk jaar nieuwe iPhone. Consumerisme kan gewoon, omvolking kan gewoon, weet je wel. Maar jij mag geen kind maken, want dat is slechter. Er was laatst ook iemand waar toch posters hangen, maar dat was een hele, dat had heel veel ophef veroorzaakt. Dus uiteindelijk hebben ze het weg moeten halen. Er was iemand die had een poster gemaakt van een kind die dan heel droevig zit te kijken. Van hoe durven jouw ouders je te maken met in een wereld die in een klimaatcrisis verkeert, weet je wel? Maar jullie halen wel heel Afrika leeg en zetten ze hier neer, zodat onze roverheid daar kan lopen plunderen en al die privaten. Dat vinden jullie gewoon cool. Dan zie je Extinction Rebellion niet, weet je wel? Dan zie je Kick-Out Zwarte Piet en zo niet. Weet je, er is gewoon één oplossing, snap je? Al die WEF-leden... servants gewoon eruit trappen. Maar ze weten allemaal, je ziet het ook in de debatten, snap je? Je ziet gewoon dat echt het doel van D66, Volt, Denk, het is gewoon de oppositie aanvallen en tegenhouden, zodat die agenda kan worden doorgevoerd. En op een gegeven moment, weet je wel, hun zijn dan allemaal een baantje beloofd. Dus als Jette zijn best doet en altijd maar voor hem uitschuilt tijdens de debatten, nergens inhoudelijk op ingaat, dan op een dag krijgt hij een baantje. En anders wordt er wel een baantje voor hem gecreëerd. En zo krijg je van die domme functies als klimaatminister. Dat is allemaal zo dom, man. Maar ja, mensen geloven het, weet je wel. Want het staat in de Telegraaf, de Verraderskrant en de AD, de NCTV-krant. Weet je wel? Al die D66-mediakanalen. NPO, 1 miljard per jaar. TPG-media, het is niet eens Nederlandse media. Weet je wel, in Rusland, waar er wel een democratie is, moet ze gewoon, staat er gewoon bij, er staat gewoon een kanttekening bij van dit is buitenlandse media en die behartigen niet de belangen van de Russen, weet je wel. Dat is democratie, weet je. Wij hebben daar ook gewoon recht op om dat te weten, snap je. Dat dit geen Nederlandse kanalen zijn, dat dit die niet, ja, dat ze niet onze belangen behartigen. Het mooie is dat zelfs de mainstream media nu wel moet toegeven dat gewoon dat Rutte daar gewoon zit bij Bilderberg, bij het WEF. En dat werd eerst ook ontkend. Maar zo ging het ook met corona de hele tijd. Het was van, eerst was het, als je het herkende, was je een complotdenker. Toen was het als je er tegen was. Dus op een gegeven moment konden ze er niet meer omheen. Maar dan was je gewoon een gekke complotwappie als je er tegen was. Maar ik had laatst deze discussie met iemand. En ik zei, maar ben jij dan niet een complotdenker? En dit was dan een Nu en een NOS-kijker. Ik zei, want ja, Utrecht aan Zee,
Poetin die de wereld wil overnemen en koeien die het klimaat vernietigen. Dieren en bomen die vernietigen het klimaat. Geloof je dit nog zelf? Dit is toch krankzinnig? Doen alsof ze niet kennen, maar ze kennen. Doen alsof ze niet kennen. Zelfs geblokt door bekende rappers. Zelfs door platforms, ik ben de underdog. Mainstream media, daar betaalt belasting 1 miljard voor. Rappersban, wie spreekt zich uit?